Marwan Fennig, man of the match, zeg ik tegen jou. Je glimlacht een beetje. Klopt dat? Of het klopt? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Maar ik ben wel tot de man of the match opgeroepen. Ik ben er heel blij mee. Lekkere wedstrijd gespeeld. Voelt goed. Ik zei het ook tijdens de uitzending al. Na 22 minuten zei ik al, voor mij zit hij man of the match. Ik schreef net op, mijn aantekeningen. Hij strooit met paasjes en dan maak je daar een fantastische goal. En daarna nog één. Je was echt heel goed vandaag. Hartstikke bedankt, Aad. Ja, het ging hartstikke goed vandaag. Ik denk dat we de eerste helft gedomineerd hebben. Dokos heeft geen kans gehad. En als je ziet dat we voetballen, dan komen we automatisch aan de bal. En dan kun je leuke dingen doen met de bal. En lopende mensen zoals de spitsen vandaag, de middenvelders, die gingen erachter. Ja, dan is het makkelijk om die bal te strooien. Die doelpunt, ja, een mooie actie denk ik. Goed afgemaakt. Ja, twee hele fraaie goals. Dat moeten de mensen thuis ook zeker gaan kijken. Maar wat ook gebeurt is natuurlijk, je gooit die bal wel, maar je plaatst ook verrekte goed. Ik bedoel, lopende mensen zijn ook niet altijd makkelijk bereikbaar. Klopt. Maar we trainen erop. Trainer Marcel Vonding geeft me heel veel vertrouwen daarin. Die zegt ook voor de wedstrijd, geef die ballen gewoon. Ja, dat geeft heel veel vertrouwen. En dan geef je Kees met zekerheid geven. En dan vallen ze goed. En natuurlijk, die bal is goed, maar die jongens lopen ook echt ontzettend goed. Nou ken ik jou al een paar jaartjes. Vroeger gaf ik die bal nooit af. Nee, ik ben ouder geworden, hè, zoals je zegt. Ik ben ouder geworden. Ik denk dat ik nu meer een teamspeler ben geworden dan iemand die zelf de actie opzoekt. Vroeger was het 2-3 man opzoeken. En dan wilde ik nog de vierde man. En nu is het 1-2 man en dan pasen of gelijk een paas geven. Dus ik ben een teamspeler geworden, volwassen geworden, denk ik. De trainer van de tegenpartij, Edwin Vurens, die ging die linksback wisselen. Dat deed hij niet voor niks, want jij speelde hem helemaal zoek. Die andere man die ging iets beter, iets feller. Maar ook daar ging je toch vrij gemakkelijk langs. Nee, klopt. Ik had het meegekregen dat hij werd gewisseld. Ik speelde gewoon een lekkere wedstrijd. Die tweede man die erin kwam, die zat wat meer kort op me. Die trapte ook heel veel. Maar goed, ik heb zoiets. Houd lekker op voetbal. En dan kom ik er langs, zoals je zegt. En dat is gewoon, Je geeft me te veel complimenten, Aad. Dat ben ik niet gewend. Oké, wat anders dan? Vlak voor de rust kreeg je een flinke schop van die laatste man van Dokos. Die dan de zijlijn. Waar raakte hij jou precies? Want ik kon het net niet goed zien door de dugout. Ja, mijn enkel. Mijn geopereerde enkel. Ik ben er vorig jaar geopereerd. En die stapte er echt op. En die bleef erop staan. Dat deed echt heel veel pijn. Maar goed, dat zou ik als tegenstander misschien ook hebben gedaan. Dus. Het was een doelbewuste poging? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Die kwam ook eraan naar me toe van, ik moet je wel trappen, want anders blijf je gaan. Goed, jullie prestatie is heel groot. Ik zal het ook tegen Marcel Vondeling zeggen. De Dokos had pas 3 goals tegen. En nu hebben ze er 6 tegen. Dus dat is echt een hele klinkende overwinning. En jullie staan terecht bovenaan, denk ik. Ja, zeker. Kijk, we hebben echt een team. We zijn echt een team met elkaar. Ik denk, die jongens motiveren elkaar echt. Je hebt verschillende soorten spelers. Je hebt harde werkers. Je hebt jongens die de bal kunnen geven. Je hebt afmakers. Het is echt prachtig om in dit elftal te spelen. Ik ben er echt super blij mee. En zoals je ziet, we kunnen het goed met elkaar vinden. Ook op de trainingen, voor de training, hoe we met elkaar staan te lachen. De trainer die ons allemaal bij elkaar zet. Ja, het is echt een top elftal. Ja, dat kan je ook zien, hè? Want er zijn twee belangrijke spelers. Waren er vandaag helemaal niet eigenlijk. Martijn Kok en Atif Elbouni. Ja, dat zijn twee hele goede spelers. Kijk, Martijn, daar heb ik een hele goede klik mee al vanaf het begin. Atif, een hele goede voetballer, kopsterk. En kan die bal ook strooien. Pakt ballen voor ons af. Martijn, doepen te maken. Ja, maar zoals je ziet, we hebben een hele brede selectie. Die jongens die er ook in komen, die maken ook het verschil bij ons. Zoals je zag de afgelopen wedstrijden, RVC, KGA thuis. Ja, die maken ook het verschil. Dus ja, we hebben een brede groep en dat is echt onze wapen. Oké, hebben we vandaag de kampioen van deze tweede klasse gezien? Nee, dat is veel te vroeg voor, Aad. Veel te vroeg voor. Maar wie weet, als we blijven winnen, dan kan het nog spannend gaan worden.